Hoe zit dat nou eigenlijk? Hoeveel gram groente zou je per dag minimaal moeten eten? 250 gram of 350 gram? Een volwassen persoon zou dagelijks minimaal 250 gram groente moeten eten. Groente is goed voor je gezondheid, had je moeder toch gelijk. Groente eten hangt namelijk samen met een lager risico op hart- en vaatziekten en darmkanker. En groene bladgroenten worden zelfs in verband gebracht met een lager risico op diabetes type 2 en longkanker. Niet één groente bevat alle voedingsstoffen die je nodig hebt. Varieer daarom een beetje. Beleg je brood met komkommer, snack tussendoor tomaatjes, maak een groenteomelet als lunch en schuif 's avonds die bloemkool in de oven. Groentesappen mag je trouwens in het schap laten staan. Die bevatten maar weinig vezels en voedingsstoffen en vaak een hoop suiker. We gaan dus lekker voor vers. Voor al je eetvragen ga je naar voedingscentrum.nl. Beter weten, beter eten.